Een wilde man, het dolhuis uitgevlogen, een goede hals, maar zonder ziel of kracht, een sukkelaar die met verwonderde ogen om alles met verbeten weerzin lacht. Bilderdijk was bijna nooit tevreden over de portretten die van hem gemaakt werden. Maar wat heel bijzonder is, is dat er zoveel portretten van Bilderdijk bewaard zijn. Er is bijna niemand te bedenken uit deze periode die zo vaak in beeld is gebracht als hij. Ik denk dat als je alle portretten zou gaan tellen, dat je rond de 50 schilderijen en portretten uitkomt. Vanaf zijn studententijd in 1780 tot het portret op zijn doodsbed in 1831. Hij was niet gauw tevreden over de portretten die van hem gemaakt werden. Maar er was één portret dat hem wel kon bekoren. En dat was het portret dat in 1810 door de schilder Hodges is gemaakt. Het origineel hangt in het Rijksmuseum. Maar wij hebben een kopie hier hangen waarop Bilderdijk is afgebeeld zoals hij dat graag zelf wilde. Je ziet hem op dat schilderij als een groot dichter. Iemand die zijn klassieken kent. Zijn arm rust bovenop een boek van Homerus, aan wie hij zich graag spiegelde. En wat ook heel aardig is, is dat hij modieus gekleed gaat. Wat een beetje een contrast is met zijn redelijk orthodoxe opvattingen. En heeft zich daar heel duidelijk laten afbeelden als een melancholicus. Het is een beetje een iconisch portret. Je hebt Albrecht Dürer, die heeft het melancholische temperament in beeld gebracht. Een vrouw die haar hoofd op haar hand laat rusten en een beetje melancholisch voor zich uit zit te staren. En Bilderdijk is op precies dezelfde manier in beeld gebracht. En dat is volgens mij niet toevallig, want hij wilde graag op die manier gezien worden. En dus je ziet eigenlijk dat die hele visuele cultus rondom Bilderdijk eigenlijk een ondersteuning was van het beeld dat hij van zichzelf in zijn werk gaf. Van een melancholische dichter, iemand die in onvrede leeft met het hier en nu en die eigenlijk hevig naar de dood verlangt.